Vanaf 30 november ligt hij in de winkels, maar wij hebben hem hier al. Je ziet hem, de Wii U, en die ga ik vandaag eventjes met jullie uitpakken. Inderdaad, de Wii U vanaf 30 november verkrijgbaar natuurlijk in twee modellen. Het normale model en het premium model in het zwart. En die laatste hebben wij hier staan. We hebben al een... We hebben nu nou net vandaag binnen eigenlijk. En jullie hebben op internet natuurlijk al tal van unboxing video's gezien. Maar ja, wij zouden XGN niet zijn als we dat gewoon ook eventjes doen. Dus dat gaan we doen. Oh, voordat ik het vergeet. Je krijgt natuurlijk, als je het premium model koopt, krijg je ook Nintendo Land erbij. Bij ons zit die in zo'n hoesje. Jullie krijgen waarschijnlijk wel een iets betere. Maar ja, die kun je dan gelijk spelen. Dus dat is mooi meegenomen. Maar de doos zelf dus. Ja, zo ziet hij eruit. Zo komt hij in de winkels te liggen. Voorkant, up, achterkant. Ja, niet zo heel veel speciaals dus. Maar ja, het ziet er wel grappig uit. Nou, laten we even kijken wat er dan allemaal in zit. Of ik dat zo een beetje netjes kan uitpakken. De stroomadapter natuurlijk, die hoort erbij. Dan kun je Wii U lekker aansluiten. Daarnaast de oplader voor de gamepad zelf. Die zit er natuurlijk ook bij. Dus die hebben we ook. Een hele hoop boekjes. Allemaal met gebruiksaanwijzingen die jullie toch allemaal niet gaan lezen. Dat kan ik nu al voorspellen. En wat heel handig is, wat bij sommige consoles nog wel eens mist, die ook HD zijn, maar niet bij de Wii U deze keer. Een HDMI-kabel, dus dan kun je hem gelijk aansluiten. Daarnaast zit hier nog heel veel interessante dingetjes in. Bijvoorbeeld een standaardje om het op te zetten allemaal. En een oplaadpunt voor, dat is deze denk ik. Die hoort er ook in te zitten. Zo, even kijken. Zo om, een oplaadpunt. Daar kun je hem zo neerzetten en dan kun je dan de Wii U gamepad instoppen. En dan kun je hem gewoon standaard opladen. Ben je klaar met gamen, schuif je hem weer in. Dan hoef je niet bang te zijn dat hij de volgende dag weer leeg is. Dus dat zit er ook nog bij. Een standaard dingetje om de gamepad in te zetten. Een standaardje. Zullen we zo meteen nog eventjes kijken of ik die daarin kan krijgen. En natuurlijk ook handig. Dit is de sensorbar. Die kennen we natuurlijk allemaal ook van de Wii zelf. En die zit er weer bij. En dat is zodat alles gekalibreerd kan worden. Okay. En natuurlijk voor de backwards compatibility met de Wii zelf. Gaan we nu eigenlijk bekijken waar het echt om gaat. Want al die draadjes en standaardjes en dingetjes zijn wel grappig. Maar waar het echt om gaat natuurlijk, is de console zelf en de gamepad. En dan beginnen we eventjes met de console. En die zit heel netjes ingepakt hier. Zo, dat is hem. En dat is een vrij klein dingetje. Even kijken. Zo. En die zit nog een beetje allemaal in het plastic. Dat gaat heel erg makkelijk zo. Zit goed ingepakt. En dat is een hele mooie, moet ik zeggen. Hij is iets groter dan de originele Wii, maar wel kleiner dan bijvoorbeeld een PlayStation 3 of een Xbox 360. Zelfs het slim model van de Xbox 360. Dus dat is wel mooi meegenomen. En dan halen we hem zo eventjes uit. Zo, alle plasticjes eraf. En dit is hem dan. Dit is de enige echte Wii U in het zwart. Zoals jullie zien aan de voorkant. Nou, gewoon daar kun je schijfjes in doen. Daar kun je SD-kaartjes in doen allemaal. Hier zit een klepje. Up. En daar kun je allemaal USB-dingen op aansluiten. Dat is natuurlijk ondersteund met externe harde schijf. En zo kun je gewoon je eigen externe harde schijf aansluiten en dingen op opslaan. Nou, een aan- en uitknop, die zit hier. Dat is altijd handig. En aan de achterkant, ja, HDMI-slot, stroompoorten, noem het allemaal maar op. Dus dat is de Wii U zelf. En dan wat het apparaatje zo uniek moet maken, dat vinden we hier. En dat is de gamepad. En die heb ik zelf al een paar keer vast gehad. En hij houdt best wel lekker vast. Hij is lichter dan je eigenlijk zou verwachten. Hij is echt heel erg licht. En dit is dus hetgene, ja, met de touchscreen natuurlijk, wat jullie al kennen ondertussen, waarmee je dus alles bestuurt. Het hoeft niet allemaal met een gamepad. Je kunt ook een Pro Controller aansluiten of met Wiimotes en alles erbij. Bijvoorbeeld met Nintendo Land kun je met 5 man, kun je met 4 man met een Wiimote eentje op de gamepad en op die manier gamen. En ja, dit is hem dan. Dit is de enige echte Wii U gamepad. En ik denk eigenlijk dat, jullie, dat het eigenlijk best wel een goed dingetje is om op te gamen. Het is een beetje wennen, omdat het wat groter is natuurlijk dan een normale controller. Maar ja, dat hebben jullie allemaal een paar keer gehoord bij ons in de impressies. En dit is dus alles wat in die box zit. En dan kun je als het goed is die zo hop, hierop zetten en dan kun je hem opladen. En op die manier allemaal. Moet nog even kijken hoe dat precies in zijn werk gaat. Maar dit is dus de hele inhoud. De Wii U console zelf in de doos, de Wii U gamepad, alle draden erbij, de standaardjes, noem het allemaal maar op. Ja, vanaf 30 november kunnen jullie hem zelf halen. Wij gaan hier de komende, nou wat is het, 2 weken nog flink mee aan de slag. Daar heb ik in ieder geval zin in. En daar gaan jullie van alles over horen, van alles over zien. We gaan video's opnemen, impressies schrijven, noem het maar op. Dus houd dat in de gaten.